Een overvloed aan geld, natuurlijke hulpbronnen en onafhankelijkheid garandeert nog geen ontwikkeling. Die garantie komt uit onderlinge vrede en dialoog. De boodschap van bisschop Karel Schuny van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo gisteren tijdens de feestelijke Eucharistieviering in de kathedrale Basiliek in verband met haar 65 jaar bestaan. De kerkdienst werd ook bijgewoond door president Santokki, DNA-leden en vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. In zijn preek zei de bisschop dat in de afgelopen periode de kerk op diverse gebieden haar bijdrage heeft geleverd aan verschillende sociaal-maatschappelijke projecten. De focus zal nu moeten worden gelegd op het bevorderen van dialoog met de burgers. Dit kan leiden tot het beter ontwikkelen van Suriname als land en de onderlinge vrede tussen burgers bevorderen. En die ontwikkeling is niet gekomen. En die ontwikkeling gaat niet komen als we niet één volk met één visie en als onze leiders niet die aspiraties van ons weten te vertalen en iedereen weet te mobiliseren om die ene droom samen te realiseren. Dus laten wij nu ook niet alleen maar naar oil en gas kijken. De kerk heeft toen geprotesteerd tegen grootschalige projecten en gevraagd om kleinschalige projecten waar iedereen bij betrokken is. En vooral moet ontwikkeling gebracht worden in dialoog met de mensen. De vrede onder religieuze leiders zal een belangrijke rol spelen in het geheel. De interreligieuze dialoog is nodig voor het creëren van een goed fundament voor het volk van Suriname. De geschiedenis leert ons dat ondanks de conflicten het voordelig is om vast te houden aan de liefde voor elkaar, zegt Juni. Dat wij als christen, hindoe, moslim, jood, dat wij als religieuze leiders een eenheid vormen en dat de mensen zien dat we respect hebben voor elkaar. Want vooral bij de verkiezingen kan het heel fel worden tussen bevolkingsgroepen. En als dan ook religieuze leiders tegen elkaar gaan opstaan, dan gaat dit land werkelijk een kruidvat zijn met één vonkje waardoor alles kan ontploffen. De vrede komt niet vanzelf. We moeten er dagelijks voor bidden. En als religieuze leiders van verschillende godsdiensten moeten we ons daarvoor blijven inzetten. Want er zijn voorbeelden genoeg in de wereld waarvan de een op de andere dag een vreedzaam volk verandert in een volk dat elkaar opeet. De Rooms-Katholieke Kerk in Suriname werd door de paus in Rome op 24 augustus 1958 verheven tot een zelfstandige kerkgemeenschap. Vanaf dat moment was er sprake van het bisdom Paramaribo als aanduiding van de erkerkerk in ons land. Het gezag van deze gemeenschap ligt nu bij bisschop Tjuni.